Zaterdag treden de Devils aan tegen de Unis Flyers uit Heerenveen in het Tialf Stadion. Devils speelt daar de halve finale voor het kampioenschap van Nederland en heeft dus kans om de prijzenkast uit te breiden. De ploeg van trainer Jeffrey van Iersel trof de Friese nog op de laatste competitiedag. De punten bleven toen in Heerenveen na een 9-1 verlies. Een slechte generale voor komend weekend. Uiteindelijk gezien de score wel. We hebben wel, zeker in het begin van de wedstrijd, de eerste periode, gingen we goed mee. Dat is dan wel positief om te zien. Uiteindelijk komen er wel een aantal dingen naar boven. En dat is misschien een juiste timing geweest qua feiten die we zaterdag niet kunnen maken. Zeg maar, hè. We moeten uit de strafbank blijven. Daar gaan we het in ieder geval niet winnen. Dat is bewezen. En we hebben in die wedstrijd ook gezien dat we de ruimtes tussen aanval en verdediging en als Heerenveen puckbezit heeft, die moeten we kort houden. Dus we moeten meer druk op de puck geven en daarin sneller kunnen omschakelen. Dat zijn dingen die wel in die wedstrijd naar boven zijn gekomen voor ons. En waar we eigenlijk voor zaterdag ons kunnen en moeten gaan verbeteren. Er is dus een taak voor de trainer om het team scherp te krijgen, zeker als het om de prijzen gaat. Ja, die jongens, je merkt dat er wel iets leeft. Hè. Dat is, het is een bepaalde tijd van het jaar in het ijshockey. En er is een moment, hè, wat ik net zeg, daar hebben ze heel het jaar voor gevochten en gestreden. En ze hebben dat verdiend. Ze hebben dat doel bereikt. Hè. Vooraf had niemand dat gedacht. Maar we staan daar wel verdiend. En die jongens, die zijn ook wel bewust ervan dat er meer in zit. En ze zijn er zich ook bewust van dat er wel eigenlijk 100% is eigenlijk nog net niet genoeg. Je moet net iets extra's kunnen brengen. De trainer maakt zich in ieder geval geen zorgen. Die merk ik nu niet mee. Dat merk je pas, denk ik, zaterdag. Ja. Als we daar zullen staan. Aan de Final Four nemen de vier sterkste Nederlandse ploegen deel. Ditmaal hebben naast de Devils en Heerenveen Flyers ook Heijs Hockey Den Haag en de Laco Eaters uit Limburg zich weten te plaatsen. Een van die vier ploegen mag zich dus na dit weekend kampioen van Nederland gaan noemen.